boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe FC 25 video. Mijn naam is Anton Dillen en vandaag gaan we tijdens Road to the Knockouts Team 2 en een deel tijdens Total Rush pakketjes open doen, objectives doen. We zitten bijna, het seizoen is bijna gedaan voor ons, we hebben bijna het seizoen compleet. Dus Total Rush is hier. Road to Knockouts 2 is hier, dus we gaan eerst Road to Knockouts 2 en we pakken er wel een paar. Ik kan ook niet zeggen wie, maar we pakken er een paar. En dan Total Rush hebben we nog geen gepakt, tot nu toe, maar gaat misschien nog wel zijn. Dus we gaan nu tijdens Total Rush en eigenlijk het meeste Road to Knockouts Team 2. Dus ik zie jullie graag terug bij de outro en hopelijk blijven jullie erbij tot de rewards van de squad battles op zondag. Let's go! Oké, boys en girls. We hebben iets voltooid bij mijlpalen. Again. 75 geplaatste doelpunten. Let's go. En nu moeten we nog 1 potje spelen in de draft. En dat is tegen... Ik hoop niet tegen Real Madrid of zo. Tegen Red Bull Leipzig. Wordt decent. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben de draft afgesloten met een 7-0 overwinning. Dus, in totaal, hebben we wel wat, hebben 44-0 in totaal op alle wedstrijden. Een premium goudpakket en een premium jumbo goudpakket. Als we er nog iets meer dan een K uitpakken, een premium goudpakket en dat zit in. Walkout, lekker. CVM, Spaans. Is dat Rodri? Is dat Rodri? Yes! Rodri! Die zet ik in mijn team. What the fuck? Mijn eerste 1-1. Let's go! Tradable Rodri. Let's go, Rodri! Zoo! Volgende pack. Premier Jumbo God Pocket. Geen walkout. Goalkeeper. Frans. Dat is ja, femininiel, ja. Vero Manier. En daar zit in. Wiefer. Let's go, we pakken gewoon de Rodri. What the fuck, joh. Mijn eerste goede walkout pack. Dag Koke en hallo Rodri. Hij gaat er ook uit. En oh ja, Rodri. Oh ja, what the fuck, joh. 2 walkouts van Manchester City. En een walkout van Olympique Lyonnais. Een walkout van Al Hilal. What the fuck, maat. Mijn 5e walkout. En direct een 91-rated Rodri. Rodrigo Hernandez Cachante, ofwel Rodri. What the fuck. Ga terug naar nieuwe nummers kiezen. 6, 8.
Die moet naar een. Die moet 11 en die moet 10. 3 moet die zijn. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hopla. What the fuck. Grimaldo, Rodri, Foden, Cancelo, Renard. What the fuck is this nu? What the fuck. Rodri, jongen. Oké, boys and girls, we gaan terug. Ultimate Team, FIFA, EAFC 25 aan het induiken. Want ik heb net F1 2019 gespeeld. Met de Classic Cars natuurlijk. Met de 2010, met de Red Bull van 2010. We gaan nog eens een singleplayer draft opstarten. Van 15k, semi-prof natuurlijk. Een 4-3-3. En als rechtsbuiten kunnen we pakken. We pakken Diani. En in de spits pakken we. Lewandowski. Linksbuiten. Barcola. Eerste centermid. Gavi, tweede centermid. Ja, gaan we gewoon kokschoen open, dan krijgen we een ander centermid of andere spits. Dan gaan we naar Thijs Núñez, centerback, eerste. Jiménez. Tweede centerback. Marquez. Rechtsback. Jesus Navas. Linksback. Ja. Die. Alex Ramiro. De eerste keeper. Aitor. Juan Garcia, I guess. Mickey van de Vent, die moet week. Andere centermid. De spitsen dan. Rechts buiten. Lamine. Rechts buiten. Lamine Jamal. Oké, links buiten ofzo. Kan die op center mid? Ja. Dan heb ik nog een center mid nodig en misschien een spits. Spits. Kom aan, nog een center mid. Kan niet gebeuren, hè? Nee, zeker, het gaat niet gebeuren.
Let's go. Ja, slechte picks gepakt, maar ja, boeien. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben een pakket. Ik weet niet wat voor een pakket, een premium garde spelers pakket. Let's go. Premium garde spelers pakket. En we gaan het open doen. We gaan het zien. We gaan het label erin zetten. Let's go. Premium garde spelers pakket. Let's go. En er zit in. Geen walkout. CVM. Engels. Liga F. Dat is Walsh, denk ik. Is dat Walsh? Dat is Walsh, inderdaad. 85 reden dat een premium Jimmy Garde pakket. That's good. Ja. Zo. Zo. Oké, boys en girls. Het is maandag en ik heb vandaag niet zo'n goed nieuws gehad. Ik moet stoppen bij het werken. Het werken bij de politie, omdat ze kunnen daar niks meer voor mee doen en zo. Dus ja. But ik heb hier nu twee pakketten. Premium Guard pakket en daar zit in. Geen walkout, keeper, Duits, Premier League, dat kan Leno zijn. Dat is Leno. En dat is wel decent eigenlijk. En de premium Jumbo Guard pakket. En dat zit in. Weer geen walkout. Rechts weer. Jamaica. Nee, dat is. Wie is dat? Ah, die ontdekking. Maar ik heb je al, geloof ik. Heb ik je ook al first owner? Ja, dan ga ik gewoon. Dan hebben we ook nog een preview pakket. En dat zit in. Dat krijg ik. That's alright. En still heb ik een preview pakket. Van de eerste. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben niveau 25. Van het seizoen gehaald, dus we hebben een 83x5. Ik hoop op minstens 1 walkout. 83x5 en daar zit in. Geen walkout. CVM, Spaans, La Liga. Wie is dat? Ja, goed, goed, goed. Oh, 83 is dat goed. What the fuck? Zo. Oké, boys and girls, we hebben een combo upgrade 80 plus. Dus daar zit een 75 plus speler in en een 80 plus speler in. Let's go. En daar zit in, geen walkout. Center back, Engels, Premier League. Wie zou dat zijn? Dat is een Villa, dat is Consta, denk ik. Ja, 81 reden, dat is decent. En de andere is Almuzerati. Let's go. Oké, boys and girls. Het is dinsdag en we hebben een 2x75 plus pakket en 3 gouden, combo upgrade pakket 80 plus. 2x75 plus als eerste en daar zit in geen walkout, CVM, Spaans, MLS, dat is Sergio Busquets. En Wang Shuang. Let's go. Combo upgrade pakket nummer 1.
En daar zit in. Geen walkout. CVM. Frans. Arkema Premier League. Montpellier Sportclub. Bilbao. Nee. Toronto. En Espino. Combo upgrade pakket nummer 2. En daar zit in. Geen walkout. Rechts midden. Tsitsigankov, I guess. Wie zet Tsitsigankov is Scott. En nu het laatste combo upgrade pakket 80 plus. En daar zit in. Geen walkout. CM Termit, USA, NWSL, kan er dus er veel zijn. JC, ik weet dat niet. Di Bernardo, of course. En Trubin, let's go. Oké, boys en girls, we hebben nog eens zo'n combo upgrade 80 plus gedaan. En ik ben eens benieuwd. Hopelijk pakken we een Haalandje natuurlijk. Zou ziek zijn dat we Haaland pakken. Maar misschien pakken we ook weer niks. Let's go. Geen walkout. PM, Duits, Bundesliga. Let's go. Oké, boys en girls, we hebben ook nog een premium. Alle premium pakketten. In de eerste zit centerback, Frans, Serie A. Papa, waar voor wil gaat hij eigenlijk? Ja, die verkoopt niet voor 3.1. Premium Liverpool premium pakket. Ja, die verkoopt ook niet. Let's go. Oké, boys en girls. De missie van vandaag is... Van nu is... Van Cristiano Ronaldo te kopen voor... 9.7k. ...9.6... ...9.4, 9.5... Oké, 9.6 is het goede koop dat ik vind. We hebben Ronaldo gekocht voor... ...9.6k. En die was niet clean. Maar dat boeit me niet. We hebben Ronaldo gekocht voor 9.6k. En nadat ik met mijn first owner squad gespeeld heb, ga ik Cristiano Ronaldo dus gebruiken. Ofwel kan ik die nog inbrengen. Maar ik wil deze FIFA sowieso, deze EFC sowieso Cristiano Ronaldo gebruiken. Maar moet ik volledig. Moet ik eigenlijk volledig. Een basisopstelling van eerste eigenaar spelen. Dus ik kan Ronaldo gewoon opzetten. Dan ga ik dat doen. Ik ga potje spelen en ik ga Ronaldo inbrengen. Eigenlijk, hoeveel moet ik nog spelen? Want. Ik ga het niet allemaal vandaag doen, natuurlijk. Maar ik probeer wel tegen. Zondag of tegen zaterdag. De. Nog 11. Ik hoop tegen zaterdag de 100k pakket te hebben. Of vrijdag. Dat we met een nieuwe promo de 100k pakket hebben. Dus nu ga ik beginnen spelen met Cristiano Ronaldo. Zoei! Oké, boys en girls. Ik heb nog 1 80 plus combo upgrade pakket. Let's go. En dat is in. Geen walkout. CVM, Spaan, Liga F. Wie is dat?
Hey. Oké, boys and girls, ik weet niet of ik nu aan het opnemen ben. Ja. We hebben nog. Wij moeten nog. Waar staat het hier? Nog 5 potjes spelen voor een 50k pack. En een 100k pack. Ik denk dat ik die vandaag nog wel kan afwerken. Ja, het is vandaag nog altijd dinsdag. En ja. Ik denk wel dat we deze week normaal gezien goud 1 reward kunnen hebben. Want ik ben goed op dreef voor goud 1 rewards. Dan moet ik nog volgende potjes even op professioneel spelen. Nou, deze kan ik op professioneel spelen. Deze in principe ook. En deze moet ik op gewoon semi-prof spelen. Let's go. Tjoe. Oké, boys and girls. We hebben de laatste pack voor de 50k pack en de 100k pack vrijgespeeld. Alleen we hebben de laatste wedstrijd gespeeld. Ik heb nu al mijn rangpotjes gespeeld. Maar we hebben dus de 50k pack en de 100k pack. Ik hoop toch op minstens een walkoutje uit die 50k of die 100k pack. Dus ja. Ja. Afrondingsmeesterschap moet ik nog 1 doelpunt met een kopbal scoren. En nog 1 doelpunt met een kopbal maken. Ik had iets gezien dat er een Hero Player Pick zou komen. 83 plus dubbele upgrades. Die moeten we ook nog zien te craften. Dus. Oké. Eerste 50k. Of. Nee, de eerste 50k pakket, let's go. En dat is in. Geen walkout. Cam. Engels. Weer al medicine zeker. Dat is nu al de derde keer. Op een paar weken tijd dat we medicine pakken. Ah, we hebben hem niet dubbel deze keer. Let's go. En nu de 100k pakket. Jumbo zeldzame speelspakket en dat is in. Geen walkout. Cam. Engels. Krijgen we nu weer al back-to-back medicine. Oké. Bono. Oké, ja, dat is decent. Dan kunnen we medicine misschien de 83 plus dubbele upgrade halen. Maar ik ga eerst eens zien wat we eigenlijk allemaal gekregen hebben. Want er kan misschien wel een upgrade van mijn team bij zitten. Ik dacht dat ik een walker had gezien daar juist. Ja, hier een walker. Hier een walker. Gaat gewoon in mijn team komen. En hier. Die walker. Ja, die komt gewoon in mijn team. Had ik een andere linksback gepakt misschien? Dan nog niet. Oké, Walker zit in mijn team. Dat is wel een goede upgrade eigenlijk tegenover Trippier. En nu gaan we dus de 83 plus dubbel doen. We moeten er even inleveren. Een 84 algemeen, minimum 5. Dus Walsh gaat erin. Die Marco gaat erin. Die gaat er van hier in. Ja, Madison. Duber Neves.
Wie gaat er van de rechtsback in? Wie gaat er bij de keeperpositie erin? Ja, Bono. Centerback mag. Orban wil weg. Dan heb ik gewoon nog een links. En ik gewoon nog een zilveren linksback hebben. Let's go. Dan hebben we een 83 dubbel ook gedaan. En hopelijk krijgen we hieruit een walkout. 83 dubbel, let's go. Walkout, let's go. Keeper, Frans. My nan, let's go. Is een dubbele walkout, ik weet het niet. Bremer en mijn nan. Hey, dat is gewoon een dubbele walkout. Mijn eerste dubbele walkout van FC 25. En we krijgen Bremer en Mainam. Die komen natuurlijk op de bank. Bremer en Mainam. Voor wie gaan die erop komen? Sowieso al voor Otamendi. Gaat Mainam erop komen. En voor die dingen gaat Bremer erop komen. En als je ziet zitten we nu al aan 86 rating. Had ik eigenlijk nog een andere spits of zo gepakt in de Premier League? Nee. We blijven daar Bailey houden. Had ik nog een center mid van de Premier League? Ik weet het allemaal niet. Nee, Daniel Mo wel van Barcelona. En een keeper. En dan gaan we daar Martinez neerzetten. Hè. En dan komt hier nog te staan. En dan gaan we toch nog Otamendi zetten. Let's go! Het team is. Alleen de bank is vooral geüpgraded. Dus we hebben nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 walkouts al gepakt. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 walkouts. Is dat goed? Ja! 7 walkouts gepakt. Let's go! Oké, boys en girls. Het is woensdagochtend. 7:49 en we hebben een evolutie dat we kunnen claimen. Doelpuntenmaker 3. En ik denk dat ik dat bij... Bij wie ga ik dat zetten? Weet je wat, ik ga dat bij de hoogste rated speler van ons team zetten. Dan gaat hij wel naar een untradable, maar dat maakt niet uit, dan heb ik hem wel untradable. En dan kan ik hem niet verkopen, maar dat is niet erg. Ik ga dat bij Rodri zetten. Dus evolutie beginnen. Doelpunten maken 3. Let's go. De Rodri is nu een untradable persooner. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hem wel first owner. Ik had hem eerst tradable first owner, maar nu heb ik hem untradable. Ah nee, het is toch altijd nog wat tradable. What the fuck? Wacht. Dan ga ik misschien eens even naar het ultimate team gaan, want dan moet hij eigenlijk als untradable gaan, omdat je een evolutie hebt gedaan. Ik ga niet met die evolutie verkopen zo. Allee, het is het plan om het niet te verkopen natuurlijk. Omdat ik, ja, ik speel er graag mee. Die heeft voor mij al heel erg goed bepalend geweest. Zeker op het gebied van... Zie, nu is hij untradable geworden. En die is... Oh, ik had eerst tradable
Maar nu heb ik die untradable first owner. Omdat ik daar een omdat ik daar een ding in heb opgezet. Een doelpuntenmaker 3 evolutie. En die is maar 3 jaar ouder dan mij, of wat? Die is maar 28 of wat, Rodri. What the fuck? Rodri maar 28. Dit is een team. Natuurlijk heb ik Cristiano Ronaldo gekocht voor 9,6k. En hij heeft al 78 doelpunten van mijn team. Mijn club. 1 assist. En die 5 star skill moves, ja, die heb ik nog niet gebruikt. Hij is wel die voor spits plus plus. Dus ja. En Grimaldo, wat heeft die als rol? Vleugelspelmaker plus plus. En je voelt al wel dat het team wel beter begint te worden. Walker heb ik nog niet veel gezien, zoals gezegd. Maar dat maakt niet uit. Walker is. Wauw. Walker is oud. Walker is oud. Royal zijn 84. Ben White heb ik ook nog niet gezien. De enige nut niet voor het owner dat ik in mijn team staan. Is Emiliano Martinez, omdat ik die heb gewisseld met die Robert Sanchez. Dan zou ik eigenlijk die tenue-nummers moeten aanpassen, dat die naar een 1 gaat. Walker gaat dan naar een 5. 12, 13, 14. Otamendi moet dan naar 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oké. Zo klopt het team nu helemaal. Met de rugsnummers. Want Walker was eigenlijk 1 dan, what the fuck. Dus nu klopt het volledig met de rugnummers. Is hij in de club? Wat kan ik eigenlijk nog? Ik heb dan Madison. Dani Olmo. Ah ja, ik had die ook gepakt als juist. Dat zijn allemaal eigenlijk wel decent spelers dat ik gekregen heb. Trippen dat de speelstaat plus voorzitteld. Plus, what the fuck. Berardi. Een 83 van de serie B. What the fuck. Dat is eigenlijk allemaal, echt allemaal decent spelers wel. Ja, nu heb ik Bowen, ik had Bowen ook op iets gezet. En nu heb ik die ook een tradable, what the fuck. Rudy is ook een tradable. Boniface, zeggen een tradable, ja. Boniface is een partial plus merchant. Amai, ik heb eigenlijk wel allemaal decent spelers in mijn clips, hè. Hoeveel heeft die Parrot er eigenlijk gemaakt? 35 doelpunten voor mijn team. Ah, ja, 35 doelpunten. Dat is wel goed, let's go. Oké, boys and girls. Het is donderdag en we hebben iets bij mijlpalen voltooid. Het is donderdagavond ondertussen al. Kwart. Nee. 5 voor 5. En we hebben iets bij. Misschien sterren. Momentenmeesterschap dan. Momentensterrenmeesterschap. Oh, we krijgen een premium zilveren pakket. Ik dacht dat het beteringen zijn. Maar we moeten nog 1 potje spelen. Dan hebben we 150 XP. En wat krijgen we dan bij FC Seizoen? Een 83 plus player pick. En ik hoop uit die player pick toch wel iets goed te pikken. Ik kan misschien wachten tot deze avond 7 uur te spelen.
Eerst is Premium Zilver speelpakket opendoen en dat dit in Rushed wordt. Iets decent, not gonna lie, maar dan hebben we 500 coins. En zoals jullie weten heb ik mijn FC24 afgesloten met over 160.000 coins ofzo. En gisteren morgens heb ik gewoon mij wat verveeld en dan had ik packs geopend met die 162.000 coins, allemaal 7,5k packs. En ja, ik was me aan het vervelen, dus ik heb die coins in 7,5k packs gestoken. Like, ik wou echt gewoon even wat coins verkwisten. Want ik speel toch geen FC24 meer, dus het boeit me niet, die coins. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. We hebben nu FC seizoen. We hebben nu niveau 26 gehaald, dus de player pick. We gaan de player pick open doen ze. 3, 2, 1. Henderson, let's go. Eerste special card gepakt. Henderson, let's go. Ja, Henderson gaat op de bank. Dan gaat... Wie ga ik eraf halen? Fontas. Jij mag eraf, Fontas. En welkom op de bank. De Ajax versie van Jordan Henderson. Heb ik serieus een 86 squad al? What the fuck? Jordan Henderson. Wauw. Ik hoop dat Henderson wel gaat upgraden. Dan zou hij. Ik hoop echt dat hij gaat upgraden. What the fuck? Als hij 3 wedstrijden wint, krijgt hij 1 algemeen bij. Ik maak meer dan 1 doelpunt in 4 verschillende competitiewedstrijden. Dat ook van de Europa League zijn. 1 plus 1 algemeen plus 0 plus plus. Eindig in de competitie. Eindig top 2 in de competitie. 1 speelcel plus. En 1 rol plus plus. Top 2 gaat moeilijk worden voor Ajax. Maar meer dan 1 doelpunt maken moet gemakkelijk zijn voor Henderson. 3 wedstrijden winnen zou ook moeten lukken. Ja, let's go. Zoe. Oké, boys en girls, 7 uur. En we gaan eens zien of de packs van FC24, die we vrijgespeeld hebben voor FC25. Precies een belangrijke 80x10. En dan 82 keer 5. Voor de club 32 x 10. En 84 x 5. Let's go. Er moet nog een aantal. Oké. Standaard Eikenleen. En wie gaan we nemen? Deze hier. En dan nieuwe standaard hero. Leen. Wie gaan we hiervan nemen? Gaan we Blaise Matuidi nemen. Let's go. Tijd echt mal 10. En daar zit in. Geen walkout. Links midden. Frans. Bundesliga. Wie is dat? Is dat Kingsley Coman? Dat is Kingsley Coman. Let's go. 85 of 84? 84. Let's go. Oké. 22,5. Let's go. Geen walkout. Maar precies wel team met wie ik CVM, bro.
dingen, hoe noemt hem alweer? Ik kan even zijn naam komen. Kovacic, precies. Die kan misschien wel in mijn team komen, ik weet het niet. 82 x 10, let's go. Walkout, lekker. Rechtsachter, Spaans. Zou dat Carvajal zijn? Is Carvajal is een dubbele walkout? Nee, het is geen dubbele walkout. Carvajal, let's go. Stones. Kan Sons op rechts weg, ja. Gakpo kan in de spits bij mij. Ja, ik heb wel wat. En nu 5 keer 84 plus, let's go. Weer een walkout, let's go. Keeper, Braziliaans. Is dat Ederson of Alisson? Alisson is een dubbele walkout. Modric en Alisson. Let's go. Mijn nieuwe basiskeeper is er. 3 walkouts. Alisson, Modric, Schuler, Hendrik en dan ook nog Dani Olmo. Dus ik heb al een nieuwe keeper. Ja, ik heb een nieuwe keeper. Alisson, dat is goed. Die gaat Emiliano Martinez vervangen. Dus Alisson. Dan heb ik hier nog. Had ik er nog een linksback gepakt van de Premier League? Ik weet het niet. Meer nog altijd niet. Dus. Ik kan nog altijd Kukurea zijn. Ik had nog een center mid gepakt, geloof ik. En dat is. Kovacic. Een spits had ik ook nog gepakt. En dat was. Cody Gakpo. En dan. Had ik nog een paar walkouts gepakt. En die ga ik ook op de bank zetten. Dus. Is hier, hè? Carvajal. Waar moet ik hier al beginnen met walkouts te zetten? Modric. Wie had ik nog? Schuler. En dat was zeker. Ik kan al een andere centerback neerzetten. Dan ga ik John Stones neerzetten. Dat is al een goeie squad dat ik heb. Een team of the week in mijn squad. John Stones, Alisson in goal. Ik heb al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 walkouts gepakt. Of heb ik hier nog een walkout dat ik niet weet? Nee, 12 walkouts heb ik al gepakt. Op deze korte periode van de game heb ik al 12 walkouts gepakt. En dat is goed. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. Het is vrijdag en we hebben nog 1 pakketje gekregen. En 81x7. Let's go. Hopla. Champions League kaart, centerback. Sporting Portugal. Portugal in Afrika. Ja, dat is goed. Dat is goed dat we een Champions League kaart krijgen. Wauw. Wauw. Oké, boys en girls, wij hebben 2 niveaus voltooid omdat ik mijn managercarrière eerst is de managersdoelstelling eerst gaan zien. Dus we hebben een coach aangenomen en we hebben een tactiek gewijzigd.
Ik kan hier nog 1000 XP, 1100 XP. Nee, 1100 XP pakken. Dus dat ga ik ook proberen te doen tegen zondag. Morgen waarschijnlijk ga ik dat doen. Mijn trainingsplan opstellen moet ik ook nog doen. Dan met spelersdoelstellingen kan ik nog heel wat halen. Ik kan hier nog 300 XP halen. Ja, dat kan ik eigenlijk allemaal doen in de loop van de week. Dan heb ik ultimate team doelstellingen. Heb ik momenteel. Kan ik vandaag nog 1, 2, 3, 4 doen misschien. Rush, dat speel ik niet. Maar dan kan ik hier nog met 3 Liga F-spelers in mijn basisopstelling zetten. 5 wedstrijden spelen kan ik vandaag ook nog doen. Dat kan ik vandaag nog doen. 1 keer winnen. Kan ik ook nog doen. Dan heb ik nog 1200 XP. Ja. Maar eerst gaan we zoet Bellingham te claimen. En de 83 player pick. De 83 plus player pick. Oké. Wat gaat er in de player pick zitten? Eerst gaan we Bellingham. Oké, eerst gaan we Bellingham. What the fuck? Eerste players pick naar Kramer. Dat was het erin. We gaan voor de hoogste reden ter Ramiro gaan. We moeten eens uit het ultimate team gaan. Misschien erin is misschien wel gelukt. Nou, er zijn wel problemen precies. Ja, ik ga proberen toch wat XP te farmen vandaag. Dat we toch redelijk ver geraken in het seizoen voordat het zover is. Dat zeg je dan, ga je gewoon naar de. Als hem niet in de club wilt gezet worden, dan quick sell ik hem gewoon, zeg. Ja. Oké. Dus we gaan eens zien bij doelstellingen. Ik kan vandaag nog 1200 hier pakken. Vandaag of morgen. Maakt niet uit. Dan mijn managersdoelstellingen kan ik nog. Hier 500 XP pakken. Dan ga ik ze bieden ook pakken. Dan ga ik ze bieden ook doen. Trainingsplan opstellen. En mijn spelersdoelstellingen. Kan ik ook wel doen vandaag. Ja. Dat is vandaag ook direct gedaan. Ongeveer. Dus dan ga ik daaraan beginnen. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben nu 87 rated. Total rush of zoiets. Muriel. Gekregen. Wat zijn zijn. Speel zijn rollen. Speelzalen heeft hij geen plus. Let's go. En dan hebben we hier. Wat heb ik nu eigenlijk voltooid bij managers bij spelersdoelstellingen? Trick hoge gunst. Voltooid een doelstelling. Oh. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben iets bij mijlpalen voltooid. We hebben hier een zeldzaam gouden speelspakket 75+. Dan hebben we precies FC seizoen nog iets voltooid. Een 3x 84+. Nog 150 XP voor een 4x 84+. En hoe gaan we dat? En waar gaan we dat dan krijgen? Zonder er veel voor te doen.
Ja, hier. Best spelers. Doelstellingen. Let's go. Oké. Eerst een paar preview pakjes doen. Eerst 7,5k preview pakket. En dat zit in. Walkout, lekker. Keeper. Dat is wel jammer. Als alles om is, of Ederson. Ederson. Ja, die moet ik kopen, dat pakket. Heb ik genoeg coins? Ja. Hopla, nog een walkout gepakt. 13e walkout. Let's go. Nog een preview pakket. 13e walkout. Mijn eerste walkout uit een preview pakket. In FC 25. Dat is Tolu zeker. Dat is Tolu. Oké. 84x3, let's go. Walkout, let's go. Keeper, dat is wel jammer. Al dan nu terug Ederson. Dat was dus terug Ederson. En McAllister. Dan kan ik mijn tweede Ederson verkopen. Voor de veel zou die gaan. Wacht even. 17,5 denk ik wel. 17,5, 17, 18k. Ik heb even voet zien. Want dan moet ik weten. Ederson. 19,250. Zie, dacht hem al voor te veel, door te weinig te listen. 19,250. 19,5, let's go. Let's go, Ederson is gelist. En nu zelfs zijn we het servicepakket 75 plus, en dat zit in. Dan zitten we al aan 15 walkouts. Deze is Skriniar? Nee, wie is dat dan? Golden, wauw ja. Ik dacht dat de vlag een andere vlag was, maar het was de Russische vlag. Let's go. Oké, boys en girls, nu hebben we de 4x84 plus van niveau 31. En hoeveel punten moeten we nog hebben? Nog 850 SP hebben nodig voor de 3x87. Normaal gezien hebben we dat wel. Voor het seizoen gedaan is. Dus eerst gaan we nu de 4x84 open doen. Let's go. Walkout. Links midden. Bounce. Dingen. Weer al geen auto. Die heb ik dus al. De enige walkout erin is geen auto. Dus. Dus gaan we die gewoon in de duplicate storage zetten. Voor een Icon of Hero Pack. Ah, misschien kunnen we de Hero Pack dan doen. Of is de Hero Pack niet meer uit? Ah, de dubbele upgrade 33 plus is terug. Nu we eerst hier doen. Eerst die SBC doen. En dan als we hier nog iets goed uit krijgen, dan steek we die in de Hero Pack. Nu moet ik met 83 eens gaan beginnen. Dat kunnen we wel doen, de Hero Packs hebben iets.
Let's go. Ja, nee, dat is mijn team in de week, dat ga ik niet doen. Allee, we kunnen wel zien. Oké. 83 plus dubbel. Geen walkout. 83. Spanjaan. Ja, dat moet ik niet weten. Die Marco en Giro. Dus nu gaan we proberen de Hero upgrade te doen. Grimaldo is dubbel. Madison was dubbel. Team of the week, Fontas ga ik er wel inzetten. Otamendi mag er ook wel in. Clinton Motta. Centerback. Die mag erin. Ik ga gewoon Modric erin zetten. Spits. Schuler mag erin. Centraal middenveld. Dani Olmo. En CVM. Klaasie. Wacht, daar heb ik nog één rating tekort. Wat zeker gewoon. Mijn handen. Dan heb ik nog een rating tekort. Wat zeker ook Bremer in. Dan mag ik die vragen veel. Ik kan Nacho Gil nog insteken. Amai. Nog iemand dat ik moet insteken. Ja, dan ga ik de... Dan ga ik de Hero Pack niet doen. Omdat het duur is dan. Let's go. Oké, boys en girls. Zeldzaam gouden spelerspakket. 85 plus. Dus en het is geen walkout, het is een 85 voor een spits. Engels. Geen super neer. Dat is een film als Dali, denk ik dan. Let's go. Oké, boys en girls, we gaan dom doen en we gaan een. Oei, ik heb niet genoeg voor een 25 pakket. Ja, nee, ik heb niet genoeg, dus ik kan geen 25k pakket hebben doen. Oké, boys en girls, nu hebben we genoeg voor een 25k pakket. Ik hoop minstens een balkwartje te krijgen uit dat 25k pakket. Dreaming of the Spirits pakket, let's go. Geen balkwart van CVM, Nederlands spits, dat denk ik. Ah ja, natuurlijk.
Dat is pizza. Dat is wel allemaal goed voor... voor SBC's en zo, let's go. Oké, boys and girls, we hebben basis 2 eindelijk af. Nou, ik heb die niet eerder gedaan. Omdat ja, ik wou die nu pas doen. Dus we hebben de basis 2 af. Basis PC 2. Premium bronpakket. Ja. Nee, Chinees. Let's go. Dan de volgende premium bronze pakket en dat is in. Kom nog keer hier zitten van moeten maar. Let's go. Nu de volgende premium silver pakket en dat is in. Let's go. Volgende pakketje is een ruime bronze pakket en dat is in. Laat het hier. Volgende pakketje, kaartpakket, let's go. Demirovic. Let's go. Premium Leenswerp, bedoelingspakket. Cepelo. Let's go. Kleine mengt aanpassingspakket, dat is in. Fiorentina. Let's go. Oké, boys and girls. Wat ik daar juist gezien heb, want ik ben op de companion app gegaan van FC 25. Wat ik op de companion app gezien heb, is dat Playermond Cole Palmer uit is. Dus wat gaan we doen? We gaan naar SBC. Die zou hier ergens moeten staan, Cole Palmer. Waar staat hier? Hier. Niet zeldzaam en dan krijg je Kukurea. Dus. Een bronzen non-rare. Denk ik dan. Dan Chelsea spelers minimum 1 en een team of the week minimum 1. Dus eerst Chelsea, Rudo Romero er al in steken. Gaan we hier. Dus daar ga ik erin steken. CVM. Heb ik eigenlijk een Chelsea-speler? Heb ik misschien een spits Chelsea? Rex Mieder Chelsea? Ah, ik heb dingen. Sancho, maar die ga... Zag ik dan nu een andere Sancho staan? Moet nog een team of the week inleveren. Een gouden team of the week. Let's go. Daarin in deze zit een klein elektrisch speelspakket. Nou, daar zit in. Rechts buiten, Italia, CDD Campania. Dat is dingen. Where are they? Let's go.
En nu een Engeland speler. Engeland speler minimum 1. Ik denk dat hij niet meer in mijn basisschool volstaat, anders heb ik pech. Radecki. Hij gaat erin. Linksachter. Di Marco. Rechtsachter. Carvajal mag er wel in. Doet mij zoveel nu, die pak ik toch waarschijnlijk ooit terug. Maar zoveel mag erin. Dan Jorlmo mag erin. Links midden. Bejaar Zabal. Die Saladin mag erin. De Schuler mag erin. En je mag er nog in. Mijn moeder is mag er ook in. Fuck hun. En nu heb ik Player of the Month. Cole Palmer. De rechts midden en rechts buiten. Let's go. Team. Allee, play of the month. Cole Palmer. Klein actum spheres pakket om uit te zien. Center back. There we go. Gelukkig is dat maar van de reservebank. En dan mag hier Palmer komen te staan. Nou, we gaan rugnummer 7. Dus Cole Palmer krijgt de 10, Foden krijgt 18 en Ronaldo 17. Let's go. Oké, boys and girls, het is 7 uur 's avonds en ik ga eens zien. Total rush is uit, dat weten we zo al. De total rush is uit. Oké, dat is goed. Dat is allemaal goed. We zien naar doelstellingen, total rush overname, langzaamaan. Ah, dat is rush. Geef 5 assists met tegenpas. Alliga speler, 4 Alliga spelers en 4 Alliga spelers. Ze moeten eigenlijk 4 Alliga spelers in ons team zetten. We zien wat voor SBC's het eruit zijn. Einde van een tijd werk Alex Morgan. Ja. Team de Week upgrade. Nu.
Ja, dus ja, vier La Liga spelers in ons team zetten. Dus dat begint al met Zapata is geen La Liga speler. Sanchez. Wat is hier nog La Liga? Sherlock is La Liga, maar die pakt hier geen chemistry, dus ga ik gewoon zien, competitie La Liga EA Sports. Nou, ga ik misschien naar de center weg van La Liga EA Sports zien. En dan naar een center weg nog. Dat is best wel decent. We hebben juist drie chemistry tekort voor de volledige chemistry. Vol chemistry team, maar dat maakt nu niet uit. Is hier misschien iets anders? Misschien kan ik Gavi ga ik niet meer veld zetten. Let's go. Ik ga misschien ook eens zien of we een 10 muntenpakket hebben, want ik had zoiets gelezen. Ja, we hebben een 10 muntenpakket. Let's go. En daar zit in. Goalkeeper. Duits. En weer zelf. Is dat Berger of een Amsterdam? Dat is Berger. Let's go. De Paul, die kunnen we wel in het team zetten misschien, ik weet het niet. McAllister hem ook er even uit en we gaan even Rodrigo de Paul er neerzetten. Dan hebben we toch weer 31 chemistry in plaats van 30. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben 10 golazos gemaakt. En 5 assists met steekpas gegeven. Dus we hebben een zeldzaam gehaald speelspakket. En een zeldzaam gehaald speelspakket. 2 keer dus. Let's go. Let's go. Eerst een 75 plus pack en daar zit in. Spits. Spaans. La Liga. Wie is dat? Zelf dat de Vigo. Dat is ja, die kan nu wel in het team staan in plaats van 75 van geen balk uit. Center mid. Spaans. La Liga. Van Real Sociedad. Dat is Parejo. Oké, Sörlot, je gaat eruit en Iago Aspas komt erin. En Cole Palmer heeft in 3 wedstrijden 3 keer gescoord en 2 assists gegeven. Dat is echt wel goed. Let's go. Oké, boys en girls, het is zaterdag momenteel. En we hebben bij Ultimate Team met FC Seizoen
weer een pakketje voltooid. En weer een doelstelling kunnen voltooien bij spelers doelstellingen. Omdat ik daar met Zidane aan het spelen ben en ja. Dus we hebben een 2x85+. Total Rush zit in packs, dus ik hoop op een, ja, ik hoop op een Total Rush speler. Ik ga niet, ik ben blij, ik had blij met mijn Total Rush, dus ja, let's go. En het is geen Walgaard zelfs. Centrumid, ja. We hebben dus geen walkout, spijtig, maar kan gebeuren. Wanneer hebben we nog een teampakket? Over 27 minuten. Ik ga eens zien of er een SBC iets dat kan doen. zonder echt veel coins uit te geven. Niet dat ik de coins heb natuurlijk, maar ja. Zijn er upgrades? De Team of the Week upgrade. Ah ja, die moeten we nog doen. Moet de Team of the Week upgrade nog doen, dat is juist. We gaan niet Havert inleveren, we gaan Gavi inleveren. 85 moet ook inleveren. Ja, Gwaspas staat in team, dus die mogen we niet inleveren. Zapata kunnen we inleveren. Welke keeper kunnen we inleveren? Ramiro wel. We kunnen Koundé inleveren. Dus die gaat ook niet veel meer spelen. Berardi. Centerback. Heb ik wel genoeg 85? Ja, Mica Marino gaat er ook in. Spits. Giroud. Heb ik iemand misschien op de linksachter? Dat ik maar kan inleveren. Gouden zeldzaam. We zien wat ik allemaal heb. Hè. En die Berger nog wel weg. Oh nee, Gimene staat in team, dus die mag niet weg. Misschien wel speciale kaarten weg mogen. Klaas, die mag wel weg eigenlijk. Die ga ik toch nooit niet gebruiken. Molina mag eigenlijk wel ook weg. Ja, let's go. We hebben nu dus een team of de week. 1 tot 4 speelpakket, let's go. En het is geen walkout. Links midden staan. Oké, wel. Wie is dat zelfs? Hoe noemt je? Borja Sanz. Nee, dat is. Geen goede walk, dat is geen goede kaart, let's go. Oké, boys en girls, ik ben aan de marking matchups bezig, maar ik heb een probleem. Ik heb te weinig munten voor spelers te kopen. Dus ik moet even deze twee packs open doen. Is er hier iets dat ik van kan gebruiken? Nee. Nu ga ik even naar de transferlist. Wacht, hier op transferkandidaten in plaats van transferlist. Hopla. Nu heb ik weer geld genoeg. Want voor de voorlaatste squad van de marquee matchups
Moet ik nog een speler, een speelster kopen? Paulo Thomas. En dat is 50 heb. Klant op gouden speelspakket. Als daar iets in zit, dan verkoopt. Geen walkout, spits. Dat heb ik ook, ja. Nu toe ga ik gewoon quicksellen. En nu gaan we de laatste squad. Ah, hier. We kunnen nog eerst het previewpakket doen. En daar zit in. Geen walkout, rechts buiten. USA. Dat is Pulisic, denk ik. Let's go, Pulisic. En zilver previewpakket. Duitsland, Nederland. Dus Duitsland spelers minimum 2, Nederland spelers minimum 2, competitie max 3. Zelfstaan spelers minimum 2, team G26. Dus eigenlijk moet ik Nederlanders en Duitsers erin zetten, dus. Dan heb ik hier ergens een Duitser of een Nederlander. Ja, Wiefer. Dan heb ik hier ergens een Nederlander, de keizer. Hier ergens een Duitser misschien. Of terug een Nederlander, nee. Oké, dan heb ik hier een Duitser, ja. Carlos Soler, CVM, Tamara, heb ik hier een Nederlandse spits misschien? Nederlandse spits. Nee, wel João Pedro. Of een Duitse spits, heb ik die. Ja, Oet. Linksachter, heb ik daar iets van Nederlands? Heb ik een Nederlandse rechtsachter misschien? Ah, competitie max 3. Dan misschien rechts achter van de Bundesliga. Landregio Nederland. Van Hekke. $6.50. En ik ook Korea staat nog in mijn team, is juist. Rechtsachter. Misschien een keeper van de Premier League erin zetten. Dan
Misschien een Duitse keeper. Dit is te duur. Wordt misschien. Leno, wauw, ja, dat was. Dat is juist, Leno is er nog. Hoeveel gaat jij, Leno? 8,50. Dan rechtsachter misschien. Dan moet ik even wachten. Even naar transfers gaan. Transferlijst. Let's go. Ik ben hier gewoon aan het verkopen. Let's go. Nu heb ik 2k om uit te geven. Ik wist niet dat de marquee matchups zo moeilijk gingen zijn. Lijkt moeilijk. Dan moet ik nog naar rechts back hebben van de Premier League. Wie kan ik daarvoor pakken? Walker Peters? Ja. Dus 50 is het goedkoop dat ik vind. Let's go. En dat was dan de Marquee matchups. In totaal heb ik er maar iets van een 5k of zo ingestoken. En dat ik het meestal wel in een club had zitten. Oké. Dit is premium gouden speelspakket. En daar zit in. Geen walkout. Links midden. Japan. Premier League. Wie is dat? Brighton. Wie de fuck is dat? Ah, Mitoma. Dat is juist, ja, Mitoma is ook een Premier League. Let's go. En nu topgang speelspakket en dat zit in. Walkout. Rechts buiten. Denk je nou Mohamed Salah? What the fuck? Mo Salah.
I've got la 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 la. Voor hoeveel gaat die? Dan ga ik die gewoon verkopen. Want als ik weet voor hoeveel die gaat, ga ik die gewoon verkopen. Als die boven de 100k gaat, ga ik die verkopen. Dat zal wel een zot zijn. Oh, 230k. Ja, ja, ik ga die verkopen. ...230k in de pocket. Let's go, 230k in de pocket. Wauw. Wauw. Nu hopen dat hij verkoopt ze. Let's go, 230k. What the fuck, maat. Ik hoop dat hij verkoopt, jongen. Let's go. Tjoe. Oké, boys and girls. Mohamed Salah heeft hem maar een paar minuten opgestaan. En is verkocht voor 231k. Waardoor we nu 220k hebben. Ja. Wauw. Ja, wat gaan we dan doen? Dan denk ik, hè, dat we al kunnen gaan zien wat we voor 220k kunnen kopen. Zouden we dan al een icon of zo kunnen kopen? Zouden we dan al een hele dure, zouden we dan een icon kunnen kopen? Dan zouden we in principe al Bobby Moore kunnen kopen. Misschien in de spitsene. Riquelme zou ik kunnen kopen, maar die ga ik niet kopen. Zou ik bijvoorbeeld Hazard al kunnen kopen? De Eden Hazard kan ik niet kopen. Welke heroes kunnen we eigenlijk kopen? Dat wil ik wel weten. Wacht. Dan moet ik hier zien. Kwaliteit. Ultimate team helden. Julie zou ik kunnen kopen. Wauw, Rikken. Weet je wat? Kunnen we misschien iemand duur van de Premier League? Misschien een De Bruyne of zo. Kunnen we die al kopen? We kunnen De Bruyne zeker al kopen. Dan gaan we die kopen, de Kevin De Bruyne. Fuck dan untradable RTG. Dan kopen KDB.
Dan kopen we sowieso al KDB. Kunnen we Haaland kopen. Haaland kunnen we niet kopen. Kunnen we Messi kopen? Dat is de vraag. Waarom kunnen we... Oei ja, wauw. Dat is een goal. We kunnen Messi ook kopen. Dus Messi hebben we ook gekocht. Wie kunnen we nog kopen? Ruben Diaz misschien. $22,000 Ruben Diaz. Let's go. Ruben Diaz 20k, Virgil. Virgil is nog te duur. Trent. Trent 9,5k, let's go. Wie is er nog? Wie kan ik nog kopen? Ja, wauw. Ik moet nog iemand kunnen kopen. Ik ga zien of ik het win bij Premier League. Alles dan heb ik al. Ik kan de steen voor een icon. Neymar. Kom, we gaan Neymar kopen. 36,5. Neymar gaan we kopen.
Oké, 38. Oké, 39k voor Neymar. Oké. Ja. Dan hebben we onze. Dan kun je ze beter inplaatsen. Dus Kovacic, jij mag eruit. KDB. Mirjelga mag eruit. Ruben Dijs. Messi. Wie had ik allemaal gekocht? Ah ja, Neymar. Oké, okay, ah ja, nog een linksback. Dan ga ik voor Robertson. Hoeveel gaat jij, Robertson? December 5k. Vijf punt twee is goedkoop. Hopla, fuck die untradable RTG gewoon. Nu heb ik een tradable RTG, let's go. Mijn spelers kopen, let's go. Oké, okay, boys and girls, ik denk dat ik de kits, dat ik een kits ga kopen voor dat ik zie hoeveel dat ze zijn natuurlijk, hè. Nee, ik ga ze niet kopen, dat ik een kits voor wat XP. Gaan we het niet zeggen maar doen? Ja, we gaan het niet zeggen maar doen. Pakket open doen. Let's go. En daar zit in. Balkout, let's go. Keeper. Sommer of Rumsendijk. Let's go. Eén van twee, vier dagen standaard eigenlijk in deze speler. Yashin. Let's go. Sui. Let's go. Again a walkout gepakt. Nu zit ik al op 17 of 18 walkouts, waarvan de duurste natuurlijk Mo Salah was en die ik dan verkocht heb. Let's go. Dus die heb ik allemaal gekocht. Robertson, Neymar, Gabriel, ja, Cristiano heb ik gekocht, Messi, Ruben Diaz, De Bruyne.
En dan nog Trent. Dus ja, let's go. En hier had ik niemand meer gekocht, dacht ik. Let's go. Zo. Ruben Diaz en Gabriel gaan een goede duo vormen. En De Bruyne gaat ook goed zijn in het middenveld. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben een 3x75 plus pakket. Hopelijk pakken we iets goed. Ik hoop een walkout natuurlijk. Let's go, 75x3. Geen walkout, let's go. Centerback. Tweede. Wie is dat? Eriksson. Let's go. Oké, boys en girls, dit was het tiende en het laatste potje dat ik moest doen voor voor dingen, voor Parejo. Dus, zometeen gaan we team aanpassen. Maar nu gaan we eerst dus Danny Parejo claimen. Dus Danny Parejo wordt geclaimd. Dan hebben we de 75 plus Mathieu, maar eerst gaan we het team aanpassen. Dus Rodrigo de Paul mocht eruit. Sanket mocht eruit. Ja, Gospas mocht eruit. Inigo Martinez mocht eruit. Jimenez mocht eruit. Cucurella mocht eruit. En op linksback zetten we Andrew Robertson. Op centerback links zetten we Gabriel. Op centerback rechts zetten we Ruben Dias. Op center mid links zetten we Kevin De Bruyne, die we gekocht hebben. Op links midden, dat zal misschien als een verrassing komen, maar zetten we Neymar neer. Op rechts midden laten we Cole Palmer staan. In de spits zetten we sowieso Cristiano Ronaldo neer. En hier komen er ook nog een paar te staan. Een paar spelers te staan. Maar dan komt hier nog te staan. En naast Cristiano Ronaldo zetten we zijn landgenoot Diogo Jota. Wij missen eigenlijk alleen nog maar bij Cristiano Ronaldo en Neymar chemistry. Maar hoe gaan we dat oplossen? Die van de Premier League hebben sowieso chemistry genoeg. Dus we gaan zoeken naar een manager. Hier hebben we een manager van de Saudi League. En zomer gaan we de plaats van Grimaldo neerzetten. Dus dit is nu het uiteindelijke team. Ik weet dat ik hem heel veel gekochte spelers erin gezet. Dus Trent is gekocht. Ruben Diaz is gekocht. Gabriel is gekocht. Robertson is gekocht. Neymar is gekocht. De Bruyne is gekocht. Diogo Jota is gekocht. Cristiano Ronaldo is gekocht. Messi is gekocht. En die heb ik dus. Dus deze is eigenlijk zo'n beetje het einde al van de Untradable Road to Glory. Dit is ongeveer al het einde van de Untradable RTG. Omdat ik nu dus dingen had gepakt. Salle. Maar nu gaan we de 75x2 open doen. En hopen dat er een walkout in zit. Er zit geen walkout in. Centerback. Italiaans. Calcio A Feminil. Feminil was dit.
En dat is Juventus, dat is Rosuki en Mukhtar. Let's go. Dat is dus, nu hebben we dus het team wat ik eigenlijk al langer wou, dat we nu gekocht hebben. Dat is met Ruben Diaz. Ruben Diaz, ja, die heeft echt ik moet nog één potje spelen voor een cosmetische evolutie. En dan is de vraag, aan wie gaan we die cosmetische evolutie geven? Want we moeten nog één potje spelen voor Clublegende 3 cosmetische evolutie. Dus ik zit toch wel te denken aan om die cosmetische evolutie ofwel aan Alisson te geven ofwel aan Cole Palmer. Want Rodrigo heeft normaal gezien al een evolutie. Allee, heb ik normaal gezien al een cosmetische evolutie gegeven. We zullen zien. Ik denk wel dat ik die al een cosmetische evolutie had gegeven. Wat was er? Oké, de EA-servers doen weer kut. Ik hoop natuurlijk die kaart van de bruine te pakken. Dus ja, zie. Rodri had al een cosmetische evolutie. Dus ik denk ofwel aan Cole Palmer ofwel aan Alisson in te geven. En dan denk ik eerder aan Cole Palmer in te geven. Omdat die best wel een clublegende kan worden. Wat dat special card is en Alisson denk ik niet dat dat een clublegende kan worden. Allee, het kan natuurlijk wel, maar hij heeft nog maar 16 wedstrijden gespeeld en Cole Palmer heeft er nog maar 11 gespeeld. Maar hij heeft echt al heel goed gespeeld en gewoon met een speelstijl plus en dan daar nog zo'n cosmetische evo op zou wel goed zijn, want hij heeft dodebal plus. Eigenlijk heb ik nu een team met volledig één speler heeft geen speelstijl plus. Maar waar zijn zijn rollen? Diepe spits plus, valse spits plus. Dus ja. Ik ben echt wel content dat ik deze team heb staan. Zoals je ziet, Neymar 5-ster, 5-ster. Ja. 5-ster, 5-ster. Robertson. Ja, De Bruyne, 4-ster, 5-ster. Die gaat ook goed spelen in mijn team, denk ik. Scherpe, dat is eigenlijk pinkt pas plus, denk ik, of zoiets. Dus ja, let's go. Zoe. Oké, boys and girls, we hebben nu het laatste. We hebben nu het potje gespeeld van de 150 wedstrijden te spelen. En we hebben dus. Ja, met mijlpalen is voltooid. Speel 150 wedstrijden, oké. Clublegende 3. En dan hebben we nog het stadionvariatiepakket. Dus ik heb er eventjes over nagedacht. En ik ga de evolutie geven aan Cole Palmer. Let's go. Let's go. En nu het stadion variatiepakket open doen. Hopen dat er iets goed in zit. Let's go.
SC Freiburg, that is a new. I mean, it's alright. Okay. Let's go. Okay. Let's go. So. Oké, boys en girls, het is zondag momenteel. Het is nog een paar, het is nog ongeveer iets meer dan een half uur voordat we de rewards van de squad battles hebben. Maar we hebben een team of the week 1 tot 4 spelerspakket. Let's go. En er zit in. Geen walkout. Links, midden, Spaans. Krijgen we weer die kut van de EFL. Die heb ik al, godverdomme maat. Bij Borja Science, let's go. Oké, boys en girls. Het is 10:02 op zondag. En we gaan eens praten. Ik wil graag die Mbappé wel hebben. Of die De Bruyne. Debiet heb ik mijn rewards goud 2 natuurlijk. Ik heb weer niet veel gespeeld. Allee, ik heb wel gespeeld, maar niet genoeg punten gehaald voor goud 1. Spijtig genoeg heb ik dus geen goud 1 rewards behaald, maar dat maakt niet uit. Ik hoop tegen volgende week toch weer goud 1 te halen. Ja, het is nog niet gelukt om goud 1 te halen in deze game. Dat was vorig jaar ook dat ik altijd goud 2 haalde. Maar nu ga ik dus proberen goud 1 te halen, zeker. Ik moet meer potjes professioneel gaan spelen, maar dat moet nu lukken met het team dat ik nu heb. Omdat ik ja, Neymar op de linkerkant heb. Cole Palmer, Plevermond op de rechterkant. En dan ja, De Bruyne, Rodri en door het middenveld. Cristiano Ronaldo in de spits samen met Diogo Jota. En het zou moeten lukken dat ik nu wel elite ofwel goud 1 ofwel elite 3 haal. Ik zou natuurlijk graag elite 3 willen halen. En dat zou eigenlijk het beste zijn. Nog een haal dit. Nog haal dit jaar. Dus met dit jaar bedoel ik nog in 2024 ga ik nog haal elite 3. Elite 3 ofwel goud 1. Goud 1 zou ik al rap kunnen halen. Dus ja, let's go. We hebben bijna de rewards. Ja. Het is nu 10:04 op dit stukje. Ja. Bijna elite. Allee, bijna. Dus ja, rewards. Tijd. Goud 2 weer al. En ik heb nog wat objectives dat ik kan claimen voor jullie. Dus ja. Ik heb objectives van de Saudi League dat ik nog kan claimen. Dus ik heb nog wel wat packs voor jullie, dus het zijn niet alleen de 2 packs dat ik krijg van de elite, alleen van de goud 2 rewards, maar ook dat ik de packs heb van de objectives van de Saudi Pro League of wel, ik ben nog moe, maar ja. Ik ben om 8 uur opgestaan vandaag. Ja. Dus.
We gaan eerst deze, objectives voltooien van de Russian Saudi League. Hebben dus twee pakketten. Het staat op pakket, maar ja. Ja. Dan hebben we nog de rewards dat we kunnen claimen. Goud 2 dus. En dat zijn 5x75 en een megapakket en 7k munten. Ja, let's go. Wanneer het zeldzame goud speelt, ik heb 75 plus op doen en dat zit in Sint-Arroegers, oké. Dan de 2x75 plus en dat zit in. Geen walkout. Links achter, Duits, Bundesliga, RB Leipzig. Dan is het maar Raum en Guendouzi. Oké, nu de 5x75 plus en dat zit in. Walkout, lekker. CVM. Wie is dat? Wie is dat? FC Barcelona, Spaanse CVM. Ah, Patrick Jaro. That's good. Hoeveel gaat hij nog? Wow. Nou. En nu het megapakket. En daar zit in. Geen walkout. Cam. Duits. Google Pixel Vrouwen Bundesliga. En daar zit in. Frankfurt. Wie is dat? Vrijgang. No. I mean it's decent. Maar nee, ik zo. Wow. Let's go. Nu hebben we nog twee preview pakketten. Dus die gaan we ook open doen. Uit de 7,5k nieuwe pakket, dat zit in de Beier. En in de 10,375 muntenpakket zit in Sabina. Let's go. En dit was dus, ja, drie rewards op zondag. Let's go, let's go, let's go, let's go! Oké, boys en girls, deze waren dus de rewards op zondag. En deze was dus de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik heb ervan genoten van het maken van deze nieuwe video. Ik check jullie guys graag terug vrijdag mijn nieuwe video. Die moet ik nog maken nu. Maar ik check jullie guys vrijdag mijn nieuwe video. Ja. Let's go. Misschien dat ik ga praten over hoe dat ik het ga aanpakken met Team of the Year ofzo. Dus ja, let's go. Ik check jullie guys vrijdag terug bij een nieuwe video. En dan zie ik jullie guys vrijdag. Let's go. Bye bye.